Een robot als huisgenoot, dat is niet voor iedereen weggelegd. Maar de bewoners van verzorgingshuis Akkers in Nuenen mochten er eentje verwelkomen. Zora de zorgrobot helpt vanaf maandag de medewerkers van het bejaardentehuis en zorgt voor vermaak en gezelschap voor de cliënten. Zora is niet alleen een nieuwe inwoner van het verzorgingstehuis, maar ook van de gemeente Nuenen. Wethouder Wijmans heette haar welkom met een echt paspoort. Ja, het is op zichzelf voor de zorg is het gewoon een aanwinst om Zora hier te hebben. Het is geen plaatsvervanger, maar het is eerder een hulpmiddel en ik denk dat het hulpmiddel heel erg goed is. Zora kan helpen met geheugenspelletjes en het voordoen van oefeningen. De zorgmedewerkers hoeven dus niet voor hun baan te vrezen, maar ze krijgen er wel een geduchte concurrent bij. Ja, dan wordt het anders, leuker. Als dat er een leidster stond, die man was dat te commanderen. In Nederland en België worden op dit moment 100 robots ingezet in de zorg.